Kies voor lekker, kies voor vers, kies voor de warme bakker. Kies voor Bakkerij Maassen in Wanhooi. Wij zien u graag in onze winkel. De gemeente Boksmeer is zich alweer aan het voorbereiden op de Dr. Pelen Cultuurprijs. Er kan weer voorgedragen worden tot 12 april. Wethouder Willy Hendricks, wie komt er in aanmerking voor de Dr. Pelen Cultuurprijs? Iedereen die zich inzet voor het culturele werk in de gemeente Boksmeer. Die komt, dat kunnen zijn personen, dat kunnen zijn verenigingen, dat kan zijn een instelling, wat dan ook. Ze kunnen aangemeld worden door anderen die denken van nou, dat is iemand die, die de cultuur een warm hart toedraagt en die er veel voor doet. En ik vind dat die de Dr. Pelen Cultuurprijs verdient. De jury beoordeelt uiteindelijk. Waar bestaat de jury uit? Dat zijn een aantal mensen die deskundig zijn op het gebied van cultuur. Daar zitten, ik dacht, zeven of acht mensen in. En die beoordelen dat en die doen de voordracht aan het college. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders. Maar volgens mij hebben ze nog nooit afgeweken van het advies van de commissie. Zijn er al nominaties binnengekomen? Dat weet ik niet, want daar bemoei ik me niet mee. Dat is voor de commissie. Maar 9 mei is de uitreiking in de weijer. En dan zullen wij zien wat er binnen is gekomen. En er worden altijd drie verenigingen, instellingen of personen genomineerd. En dan wordt bekendgemaakt wie de prijs wint. De prijs is uiteindelijk de trofee, Dr. Pelen. Waar komt dit vandaan? Nou, u zegt trofee, maar u kunt hier zien dat is het beeldje van dokter Pelen Dat is gemaakt door de heer Van De heer Van is helaas overleden dit jaar. En de bedoeling is dat er ook een hommage wordt gebracht aan hem. Want hij heeft toch op dat gebied ook heel veel betekend. Het is een kunstenaar uit Kuik. Was, hij was woonachtig in Kuik. En de bedoeling is nogmaals dat we hem ook een beetje eren. Want we hebben, door hem is het gemaakt. Hij heeft ook een metworstmonumentje uh, gemaakt. Het kunstwerk daar wat er staat richting Zambeek. Dat is ook. Door hem gemaakt en wil ook een hommage brengen aan hem. Dus het beeldje wat we hier zien is eigenlijk het laatste exemplaar? Toevallig is dit het laatste exemplaar, maar we hebben de man gekregen van zijn broer, dus we kunnen nog vooruit. Want het is te mooi om niet meer te maken.